Hey, goedemiddag. Welkom bij AutoShiro. U heeft iets bijzonders gevonden. Althans, ik had hem eerst gevonden en wellicht is dit wat voor u. Dit is namelijk een Renault Kangoo, maar een benzineuitvoering en slechts 28.000 kilometer. Nou, dat is de reden dat ik hem heb gekocht, omdat er toch wel wat dingetjes over diesel zijn. Ik denk, joh, wil je een bedrijfswagen en weet je zeker dat je de stad in komt, dan is een benzineversie misschien wel een verstandig idee. Auto staat hier achter me, kijk even mee. Het is een ingevoerde auto. Ik heb hem gekocht in België. Vandaar dat u de nationale autopas niet ziet. Wij hebben daar een onderhoudsuitdraai bij. Want ik heb hem gekocht van Alphabet Lease België. Daarmee kan ik ook aantonen dat de kilometerstand echt klopt. 1000 kilometer geleden heeft de auto nog een grote beurt gehad. En hij is werkelijk in nieuw staat. Als je er graag een scherm in wilt, geen enkel probleem. Kost volgens mij €150 of iets dergelijks. En dan zit er een tussenschot in. Wellicht voor het lawaai beter. Nu kun je in ieder geval meer lange dingen vervoeren. Dus dat is aan u. Maar je ziet het, ja, gewoon ongebruikt. Dit is de historie waar ik het al even over had. Dit is het chassisnummer. Als u dat doorgeeft aan de dealer in België, dan gaat u hetzelfde vertellen als ik, dat die kilometerstand ook echt klopt. Ik kan hem niet zo goed scherp stellen. Wil je de historie hebben, dan mail ik hem eventjes. Dus stuur ons dan even een mail. Verder keurig, netjes zoals u ziet. Voorzien van een airco, radio, cd, de telefoon kun je koppelen. Nou, een tussenschot zet ik er eventueel zo in. Wil je nou een financial lease voorstel? Wil je hem zakelijk kopen? Heb je binnen 10 minuten van ons. Wil je de oude diesel inruilen of een andere auto? Maakt mij niet zoveel uit. Ruil ik graag in. Stuur even wat fotootjes via de WhatsApp. Dan krijg je daar binnen 5 minuten een bieding van ons op. Je merkt, wij kunnen heel snel en we willen ook heel snel. Heb je er belang bij? Laat het weten. App, bel, mail, want deze gaat hier niet zo lang overnachten, denk ik. Dankjewel voor de tijd en heel graag tot ziens.